Hallo mensen, oh shit, the fucking high, wow. Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag verder met de Assassin's Creed Black Flag. We vlogen net een high langs en ons schip was gepimpt en nu gaan wij het observatorium missie doen. En nog 18 dagen na kerst volgens Disneyland Parijs, maar dat moet dan nu iets van nog 16 dagen tot kerst of zo. Zoiets, ja, want... Ivor komt gisteren, die komt vandaag en... Oh, ze is zo in de war. Jongen, zeg. Och. Het is me toch wat. Dat observatorium. Is that pirate hunter dead? Aye, by my own hand. Why is it you alone can find what so many want? I was born with memories of this place. Memories of another time entirely, I think. Like another life I've already led. Curse you for a lurch, man, and speak some sense. Not today. After you, Captain. The path ahead is dangerous. Waarom laat mijn adu-adu mijn steek? Want ik ben hier dus nu. Wat zijn er native mensen hier? Waarschijnlijk al ongewapend alle bewakers uit. Oeh! Dat zijn mensen van ons. Oké, ik snap wat ze bedoelen. Wat? Jongens, ik ben bang. Serieus schijt ik hem in mijn broek. Oh god, ik zit eerst van waar de fuck zijn hun. Hey, ik hoor geluid, wacht even, zo. Er zit hier niemand. Echt niemand, gewoon... Zo, dat is één. Oh, daar zit hij. Wat? Oh, is hij vrij? Lol. Fuck it, gewoon kogels schieten. Hoppa. En dan zit ik gewoon zo, riviertje omhoog. Nou, wat hebben we nu weer? Hé, een krokodil. Hé, daar zit iemand in de bosjes. Stomme inboelingen. Oh, wacht, kan ik hier nog omhoog? Ja, lol. Even een stukje achteruit. Een stukje achteruit, ja. Executie. Oh, daar zit de laatste. Zo, opgelost. Wat, nog niet? Ik wou zeggen. Ik heb met iedereen aardig doodgemaakt. Kan aan mij liggen, maar... De krokodil ligt in het water. Nee, niemand die dat rijmpje kent. Als je hem kent, ben je wel een held, maar... Oh, daar zit hij boven. Hoppa. Stom inboeden. Oeh, een aap! Nou is hij dood. Oh man, dit is gemeen. Dat is nog een eentje. Ik wil eigenlijk die aap wel hebben. Het is de eerste keer dat ik een aap heb.
Nee, nee. Huh? Kom op, laat. Laat dat verdomde pistool. Ah. Daar is de krokodil, check. Ik mis iets. Waar is die laatste? Oh, dat is een aap. Kijk, als ik die schiet, dan verdwijnt hij in de muur. Oh. Oh. Kom op. Beroven. Ik wil gewoon het op zijn flunkslunk. Is er zoveel gevraagd? Kennelijk wel, anders mochten we het wel. Nou, oh, heerlijk dat ze helemaal niet terugvrechten. Oh, maak de grotten vrij. Zou het toch eens makkelijk gaan? Oh, die is dood. Laat maar. Sst. Oh, ze hebben... Oh! Ze hebben wel iets van wapens, soort van. Nog steeds niet echt dodelijk, maar... Zo, dat is een, hoe heet dat, een dodelijke machete killer destroyer 33NL. Beroven, weer wat loot voor Gijs. Hé, wie is daar? Die is dood. Ja, aardig dood. Zoekgebied verkleind, nice. Ja, omdat iedereen steeds één voor één doodgaat hier, maar... Net zoals hij hier, die is ook dood nu. Die man die hier staat, die, hij is ook dood. En die hier verderop staat, zo daar, hier. Die dat nog niet weet. Nou, hij is ook dood. En die persoon daar, die zo ook nu ongewetend loopt van... Hé, hey, wat zie je dan aan de hand? Die is ook dood. Dus dan blijft er eigenlijk nog zo meteen een persoon hieronder over. Eigenlijk is hij nu vrijwel hier zo. Deze. En waardoor dus eigenlijk wil ik dus zeggen dat alleen hun twee nog levend zijn. Maar die zijn zo meteen ook dood. Al weten hun dat zelf nog niet, maar ik vertel het ze nu. Oh, meen je dit? Leeft er nog één iemand? Eén zo'n bokkie-wokkie man. Die bij een schatkist is. Oeh, waar is hij? Oh, hier. Hé, hey, bokkie-wokkie man. Het spijt me, maar dit moet even gebeuren. Kijk, tadaa! Maak de laatste jungle vrij. Dit schiet toch aardig op, joh, als ik met dit tempo ga. Al weet ik helemaal niet waar mijn crew is, maar dat maakt helemaal niks uit, toch? Wat zou er nou mis kunnen gaan? Hahaha, best wel veel. Het is nog maar één jungle. Oh, er hangen daar alleen maar heel veel dode piraten. Dus misschien had die gozer toch wel wat gelijk. Dat ze niet zo veel zin hebben in piraten op dit eiland. Hoeveel kogels heb ik nog? 10 in een magazijn. Trek de bosjes, mannen. Ik kom voor jullie. Oh! Fuck you! En... Ah, oh, die aap redt het wel, joh. Dat was eigenlijk best wel hopeloos, maar dat maakt niet uit. Waar moet ik eigenlijk heen? Moet ik zo dus nu een rondje gaan lopen? Zo, eigenlijk dit. En dan, hartstikke idee.
Spring over een diep boom en dan zo. Wow. What the fuck? Ik ben even in de war, jongens. Dit ziet er niet echt zo piraatachtig uit. Oké, dat is één. Zo, let's go, jongens. Oh, er is nog één iemand levend. Natuurlijk. Nou, waar is die geitenwolle sokken, man? Waar is ze nou? Oh, meen je dit? Moet ik dit hele gebouw gaan beklimmen? Wat zo uit het niet zo ergens in de jungle staat. En hij weet het nog. Auw! Dat doet fucking zeer. Een pijl in me krijgen. Dude, dit is... Dat is zo'n buddhersactie. Ik steek je met een pijl. Synchroniseren. Zoals je kan zien zit daar straks een man bovenop. En die steekt me dan weer neer. Maar daar eerst moest dus iemand zijn. Waar is die laatste? Vertel het me. Oh, ja, ik spring. Dit gaat niet goed. Oh, hey. Nee, 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 ik ga dood. Ja! Oh, goddammit. Hij gaat mij neer. Au. En hij is... Is hij dood? Hij is aardig dood, ja. Nice. Nou, is dit het? Is dit de heilige plek? Wat? Hoezo moet zijn bloed hierin? Ik ben zo in de war. Volgens mij weet hij meer dan dat ik denk dat hij weet. Soort van. Lijkt het allemaal op. Eens kijken. Oh, wat? Wat? Dit is zo cool. Nou, hoezo gaat dit... Ik ben er nu, toch, jongens? Sesam, open nu? Oh. Wat? 80.000... Wat? Now, pick up that chest and carry it hither. What the fuck? Ik ben zo in de fucking war, hè? Oké, pak de kist. Voorwerp oppakken. Voorwerp oppakken, check. And let's go. Not quite as I remember. Wat hebben wij hier? But it has been over 80 millennia. Ah, rot. That's impossible. What the fuck? What? I must say I'm quite taken by this new vocation of mine. Okay. And it may amuse you to know that I have authored my own articles of conduct. Creed of your own, eh? To keep the peace, yes. Ik ben... I forbid all gambling upon the road, for instance, for it leads to more conflict. Nou snap ik gewoon helemaal niks meer van, hè? Volgens mij weet hij er meer van af. Volgens mij is hij straks een tempelier. Fit for service at all times. Sensible. And punishable by death if disobeyed. Look at this place. What the fuck? Like something out of a fairy tale or one of them old poems. There were many stories about this place once. Tales that turned into. Oh, dit is best wel diep. Oei. Ik zit dit gewoon maximaal te volgen in qua gesprek, hè? Het is... Dit is zo... Niet logisch dat dit in een piratenwereld zit. These cubes contain the blood of an old and ancient people. A wonderful race in their time. The
more you talk, man, the less I understand. Oh, shit. I don't expect you to. Only remember this. The blood in those files is not worth a single real to anyone anymore. It may be again one day, but not in this evil. Okay. Here we are. What the fuck is that? What's that noise? Okay. En oh jongens. Ah yes, a security measure. Just a moment. Wat? Huh? So what is this place? En nu? Think of it as a large spyglass, such as we sailors carry. A device capable of seeing great distances. Okay dan, sure. No. Ben helemaal niet in de... Wat? NASA. This is happening right now. We're seeing through his eyes. Aye. I don't know, Jim. I haven't the faintest idea how to pilot a ship. That ain't work a woman does. Tosh. I've seen a score of ladies who can reef a sail and spin a capstan. And would you teach me to fight? With a cock glass, like? And maybe handle a pistol? All that and more. But you have to want it and work for it. There's no stumbling into true success. Oi! Lad! That's my last show! Ik ben zo in de war, jongens. Or I'll catch ya. Up your ass, Rackham. Lad's the last thing you should be calling me. Okay, then. Oh, sterk verhaal. Oh, is that right, is it? Lad? A curious bunch. Let's try another. Dun, dun, dun. Woods Rogers. Oh, wacht even. Dat zit dus eigenlijk in die... Dat was dus... Het zijn geen bloedflesjes, maar die kristalletjes die wij toen hadden gevonden. Dat ding eigenlijk. Have a bold idea, but I must think it carefully. En die... A simple pledge of loyalty is all you need to suggest to the prop je dan in dat ding? An oath, a gesture, and a simple ceremonial drum of blood taken from the finger. Daardoor kan je dan zien wat andere mensen aan het doen zijn op dit moment. Hologram, ja, het zal wel. Precious tool, you see. Sorcery, that's what it is. Not so. Every mechanism that gives this device its light is a true and physical thing. Ancient, yes, but nothing supernatural or strange. We'll be masters of the ocean with that. Oh, such ambition. What? Nee! My code about loyalty, boy. You played your role, but our partnership is done! They're a dead man, Roberts! What? Huh? Dit ding gaat instorten, hè? Het is hier zo doodstil. Als je een scheet laat, zou iedereen het horen. Ja, zo. Pff, en dan. Oké, klim. En dan klim hierop. Hatskidee. Dit haalt hij wel. Oké, en. Nee, 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 deur. Deur, fuck you. We gaan weer uitkomen. Kijken, dit is dicht. Is ook aardig dicht, dit. Maar, hey, dit ding zit er niet voor niks. Kijk, kunnen we hier omhoog? Net. Oh, shit. Au. Oh, ik snap hem, ik snap hem. Aha, het is me gelukt. Wacht even. Ja, klim. Nee, niet dit doen. Niet.
We had one job, man. To follow the Bakery Yellow Road. Oké, laat maar, die snap je misschien niet. Misschien als mensen die snappen, dan ben je echt een oude filmfanaat. En anders best wel. Anders gaan we op zoek op de Wizard of Oz. Oké. Ah, yes! Het lukte. UK, yes, we did it. En zo breken wij uit. Oh, hey, wat? Oh, hier kunnen we omhoog, yes! Maar dan hebben andere mensen dit ook al gedaan. Van wat? Wacht even. Deze dude had zo'n kistje bij. Oh! Heel veel takken. Auw. Plons. Waar is hij? Ik ben alleen wel aan het bloeien. What the fuck is er met mij? Jongens. Oh fuck. Nee, helpt niet toch? Jackdaw's flown, Edward. Eh? That's the beauty of a democracy. The many outvote the one. Oh, you could sail with me, but with a temper as hot as yours, I fear you'd burn us all to cinders. Luckily, I know the king's bounty on your head is a large one, and I intend to collect. Have you ever seen the inside of a Jamaican prison, boy? Oh snap. Oh. Ja, die ga ik dus gewoon niet 100% halen, deze, hè? Nou, let op. Cinematic. Pam pa 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 ra ta 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 ra ta pam pa 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 ta ta ra ta ra. En daarna gaan we een einde maken aan deze aflevering. Wat denk je daarvan? Wacht, wow, shit, we moeten nog twee chapters en dan hebben we de game uitgespeeld, wat? Oh my god, jongens. Oh, wat? Waar ben ik? Ik ben... in de war. I'm sorry about this, but we've had so many security breaches, we were forced to take drastic action, and Olivier is missing. He left for Chicago 2 days ago, but no one's seen him since. I know this seems excessive, but with our high-level security clearance, we have an obligation to our shareholders. Rest assured, we will compensate you when the hacker is found. So get some rest, okay? Oh! Oops. Ja, wacht even. Mevrouw, heel even wachten. Ja, dankjewel. Oké, dus... Nice. Those Templars upstairs aren't taking any chances. I think we need to erase okay, all then. The dirt they might have on you. Struk plan, maar dat doen wij de volgende aflevering wel weer. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Als je meer wilt zien, doe een duimpje omhoog. Laat een reactie achter en dan zie je...